Lekker! Jij hebt een tosti met boerenkaas en beenham. En ik een avocado met een eitje. Ik ga hem even open prikken. Satisfying. Ja, of niet. Misschien is het wel heel vies. Oh nee, het ziet er best wel lekker uit. Ja. Oh my god. Oké, doei. Ik ga eten. Krijg ik niet aan. Ja. Heb je al wat aan? Hè? Heb je al kleren aan? Nee. Oh. Was even die S zonder BH, maar dat zag ook niet uit. Nee? Tadaa! Nee, dit was het ook niet, hè? Nee, jezus man. Maar ik krijg het zo benauwd als ik kleren niet aankrijg. Echt, oh. Nou, dus dit is hem niet. Van een best wel gezonde lunch naar chocolade croissant en een chocolade muffin. En een frappuccino. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Lekker chocola. Zo staat het goed. Gaat hij naar nou vallen? Ja. Mijn lens is zo groot. Mijn bal kan ook. Lekker veel van het broodje. Heel lekker. Ja, ja, ja. Deze stond er tussen al op. Kijk even hoe smerig dit eruit ziet. Was wel lekker trouwens, maar hier heb ik echt heel veel zin in. Die is heel schattig. Deze manden. Als wasmand of zo. Ja, of om handdoeken in te doen. Iets meer was dan dit, maar. Of om handdoeken in te doen. We zijn in de winkel Kaza. Ze hebben hier echt vet leuke dingen. Oh, hier heb je ook allemaal kussentjes. Oh. Dat kussentje is echt we hebben. Dit stoeltje. Dit moet je toch hebben als je een kind hebt? Ja, en dan die grote ernaast. Kan je er samen op zitten. Maar dit vind ik ook wel schattig. Om een kaars in te zetten. Dit vind ik ook schattig. Ja. Ik vind deze leer leuk. Zo'n leer die. Oh ja. Leuk, I like. Leuk pleetje erop. Hebben ze niet meer kussentjes hier? Hallo, hallo, hallo. Leuk kleed. Persisch kleed. Deze vind ik wel schattig. Ik ben thuis van een hele gezellige middag met Rosa. Het was echt super gezellig. Ik heb van haar deze twee scrunchies gekregen van haar stage. Ze loopt stage bij You The Label. Echt mega leuke bikinis hebben ze daar. Maar ik heb echt wel te veel bikinis. Ik wilde er van de week eentje bestellen in deze zebra print. Maar ik zal even al mijn bikinis laten zien. Hier liggen allemaal bikinis, badpakken en zooi. Dus ik dacht misschien een beetje overdreven. Maar ik heb van haar deze twee scrunchies gekregen. Echt super lief. En ik ben heel trots op mezelf. Want ik heb geen kleding in de stad gekocht. Ik heb wel heel veel gepast. Maar ik weet het niet. Het was het allemaal net niet. Ik heb trouwens even mijn badjas aan. Want ik heb eventjes gedoucht. Want ik had het zo heet. En we gaan over een uurtje uit eten met Jetstorm en Miu. Dus ik dacht, ik wil me wel eventjes opfrissen. Wat ik heb gekocht zijn deze oorbellen bij de Zara. Ik weet niet, ik vond ze best wel leuk of zo. Van allemaal van die verschillende steentjes. Ik dacht, is wel heel erg leuk voor op vakantie of zo. I don't know. Ze waren maar 4 euro. En ik heb bij de Kiko nog even 3 nagellakjes gekocht. 2 in mijn lievelingskleur, want die waren een beetje uitgedroogd. En een nieuw kleurtje. Dit is het nieuwe kleurtje. En hij stelt niet scherp. Ja, dit is het nieuwe kleurtje. En dit is nummer 039. Dan echt mijn favoriete kleurtje voor in de winter. Dat is
deze lichtroze in 054. En dan nog een beetje die rood koraal kleurige. Die ik echt altijd op heb in de zomer. En dit is 010. Dus die. En ze waren nu nog maar 1,20 per stuk. En die oorbellen is maar 4 euro. Dus dat is het enige wat ik gekocht heb. Miu is nu eventjes aan het douchen. Ik ga eventjes kijken wat ik ga aantrekken. Want dat is dus vandaag echt bloedverziekend heet. Nog steeds. En we gaan dus pas om 8 uur het eten. Maar het is dan alsnog echt mega heet. Dus ik ga even kijken wat ik ga aantrekken. Gaan we lekker bij Loetje eten in Rotterdam. Ik heb er zoveel zin in. Echt, ik vind het zo gezellig om op dubbel date te gaan. Dus ja. Het is woensdag vandaag. De dag dat het 34 graden is in Nederland. En ik vanmiddag moet werken. Op zich vind ik het werken niet eens zo heel erg, want ik werk in de zwembad. Dus het is hopelijk een beetje afkoelend. En ik hoef pas om 3:30 te beginnen. Het is nu 1:30. Dus het valt allemaal nog mee. Ik moet 3:30 tot 7:15 werken. Maar het is zo bloedverziekend heet buiten. Gewoon, als ik in de tuin wil zitten, dan smelt ik gewoon weg. En ik kan op zich wel het zwembadje weer opblazen. Want je had mijn vader een tijdje geleden leeg laten lopen. Omdat ja, het blijft misschien wordt 3 dagen lekker in Nederland. Dus het zwembadje... Ik weet niet of je het ziet. Ja, het zwembadje is weer leeg. En die kan ik op zich nu alweer gaan vullen. Maar over 2 dagen gaat het weer regenen in Nederland. Dus daar heb ik ook niet zo heel erg veel aan. Binnen is het veel koeler dan buiten. Dus ik denk gewoon dat ik vandaag... Stilscherp, ja. Dat ik vandaag gewoon lekker binnen ga blijven. En gewoon heel de dag door ijsjes ga eten. Ik ga even een ijsje pakken, want daar heb ik echt heel veel zin in. Gisteravond waren we uit eten geweest bij Loetje. Met... Jet, Storm, Miu en ik. Het was echt vet gezellig. En daarom zijn we naar huis gegaan, Miu en ik. En hebben we eigenlijk een beetje nog op bed gelegen. Want we waren best wel laat thuis. En zijn we gaan slapen. Want Miu moet vandaag wel heel de dag werken. Echt heel zielig. Van 12 tot 5:30. In een meubel- en beddenzaak. En ja, in zo'n winkel mag je dus geen korte broek aan. Dus hij moest vandaag een lange broek aan. En hij heeft ook geen korte broeken. Dus ik ga zo meteen eventjes online zoeken naar korte broeken van hem. En ik word echt al 2 dagen helemaal knetter van de buren. Want ze zijn dus nu, met het hele lekkere weer, zijn ze de tuin aan het verbouwen. Maar ja, het maakt echt een pokkenherrie, al het gezaag en getimmer en gedoe. Ik weet niet of je dit hoort, maar dit hoor je dus gewoon heel de dag door. En ik word echt helemaal knetter in mijn pan. Ik ga zo meteen lekker mijn oortjes in doen, zodat ik het niet meer hoor. Ik heb een beetje een dingetje of zo, ik weet niet. Ik had het er met Miu ook over gisteren, of nou vanmorgen ook een beetje. Dat ik heel graag mijn YouTube dus een beetje wil gaan uitbreiden. Want ik vind het gewoon super leuk om video's te plaatsen. En het allerleukste vind ik zeg maar om jullie reacties te lezen. Want uit die reacties haal ik weer een soort van motivatie om door te gaan of zo. Want het is gewoon heel erg leuk om te horen dat je iets leuk doet of dat je iets goed doet. Dus aan de ene kant wil ik super graag 2 keer per week gaan uploaden. Dan dinsdag een weekvlog en vrijdag een extra video. Alleen ik vind het gewoon heel lastig om dus iedere week, dus 52 keer in het jaar... iets origineels te bedenken voor op de vrijdag. Want ik wil ook weer niet die standaard dingen als What's on my iPhone en skincare routine en blabla. Want ik vind dat zelf ook natuurlijk leuk om te kijken. Ik vind juist van die grappige video's wat leuker. Of challenges of mukbangs of zo. Dat vind ik veel leuker om te kijken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om wat ik leuk vind. Maar ik moet het ook zelf wel leuk vinden zeg maar op te nemen. En om nou iedere vrijdag een shoplog op te nemen is ook niet echt een strak plan. Want ik wil juist wat meer gaan sparen. Maar ik wil gewoon heel erg graag wat meer doen met mijn YouTube. Maar ik vind het ook wel weer lastig. Want ik ga volgend jaar dus 4 dagen in de week stage lopen. En 1 dag in de week naar school. Dus ik weet ook nog niet precies hoeveel tijd ik over ga houden. Elke week voor een extra video. En nu kan het natuurlijk wel, want nu heb ik vakantie. Maar ik wil ook gewoon lekker genieten van dit warme weer. En niet met deze bloedhitte video's opnemen. Als je snapt wat ik bedoel. Want het is ook gewoon mijn vakantie natuurlijk. Dus ja, ik vind dat best wel lastig. Maar zouden jullie het leuk vinden als ik dus vaker per week ga uploaden? En wat zouden jullie dan bijvoorbeeld willen zien? Wat zouden jullie heel erg leuk vinden? En ik moet gewoon een beetje gaan kijken volgend jaar met mijn nieuwe schooljaar. Van welke dagen ben ik vroeg vrij? Welke dagen heb ik veel tijd? Dat ik gewoon alvast een soort van beetje vooruit werk of zo. Dat ik bijvoorbeeld ik ga nu allemaal video's opnemen. Dat ik alvast die allemaal kan inplannen voor de vrijdagen. Dat ik gewoon een soort van vooruit kan werken. Dat lijkt me wel een heel chill idee. Dat ik zeg maar een soort van 2-3 weken vooruit kan werken. Dat stel dat ik een week een keertje niet kan filmen. Dat er wel die week een video is.
Dus ik ben nu gewoon een beetje heel erg aan het kijken van, oké, wat wil ik? Ik ben ook een soort van ideeën aan het opschrijven, maar ik kom gewoon niet echt heel erg ver. Ik weet niet of het komt door de warmte, of dat ik gewoon echt geen inspiratie heb, maar ja, dat dus. Dus, dit was best wel een slecht verhaal, maar het komt er dus op neer. Zouden jullie het leuk vinden als ik vanaf schoolperiode, als school weer begint, als ik een beetje mijn draai heb gevonden met stage lopen en zo, zouden jullie het dan leuk vinden als ik ook op de vrijdag, zeg maar, normale video's ga plaatsen? Ik zou het wel heel erg leuk vinden, alleen ik moet gewoon echt eventjes kijken hoe het gaat zitten qua tijd. Want ik zit nu natuurlijk in mijn laatste, ga nu naar mijn laatste jaar en ik moet dus 4 dagen stage lopen. En ik weet ook nog niet precies wat de tijden gaan zijn. Ik weet alleen dat ik van vrijdag op vrijdag van 9 tot 6 moet. Dus vrijdag filmen kan sowieso niet. Zaterdag heb ik natuurlijk gewoon nog mijn baantje bij het zwemmen. Dus ik moet gewoon eventjes kijken wat gaat lukken en ja, wat kan. Maar het lijkt me in ieder geval wel heel erg leuk. Nou, goed verhaal weer. Ik ga lekker een ijsje eten. Lekker korte broekjes voor Miel opzoeken op internet. Even eerst mijn telefoon meenemen uit de oplader. Oh. En ja, filmpjes kijken en vanmiddag lekker werken. Ik ben alweer een tijd thuis van werk. Het is nu 9:30. Ik was 7:30 klaar met werk. Toen ben ik naar huis gegaan, even gedoucht, even wat gegeten. Ik heb echt het allerslechtste ooit gegeten eigenlijk. Afgelopen maandag hadden we wraps gegeten. Met zeg maar kip erin en zo. Maar we hadden nog wraps over en nog een beetje knoflooksaus. Dus ik heb 3 wraps met knoflooksaus gegeten. Dat was mijn avondeten. Voor de rest van de avond ga ik volgens mij bij Miel thuis slapen. Hij is nu met zijn vader volgens mij, of met zijn zus. En ik zou dan vanavond bij hem gaan slapen, alleen ik heb nog niks gehoord. Dus ik ga gewoon even lekker hier beneden filmpjes kijken. Ik ga eerst eventjes Bodhi uitlaten, de hond. Want ja, ik moet ook plassen. Het is nu eindelijk buiten een beetje afgekoeld, dus hij vindt het ook lekkerder om nu buiten te lopen dan vanmiddag in die bloedhitte. Het wordt morgen dus 37 graden. Dus ik heb in mijn tas voor naar Miel ook eventjes mijn bikini meegenomen. Want geen idee wat we morgen gaan doen. Heel misschien dat we naar Vinkeveen wilden. Want ik weet niet of ik dat al had gezegd. Maar mijn opa en oma hebben een woonboot in Vinkeveen. En zijn opa en oma wonen in Vinkeveen. Dus we dachten dan gaan we even een soort rondje maken. Van even opa's en oma's gedag zeggen. Maar ik weet nog niet of dat doorgaat. Dus ja, ik heb in ieder geval voor zeker mijn bikini meegenomen. Want met een lange broek ga ik morgen in ieder geval niet lopen. Wat wel echt super leuk is, is dat voordat ik ging werken, zat ik even allemaal dingetjes voor kosten kijken en zo. Ik heb ook op Insta een soort van vragen dingetje gezet met of jullie nog leuke tips hadden voor kosten. Daar heb ik echt heel veel leuke plekjes van ja, getipt gekregen, zeg maar. Ik heb een heel lijstje in mijn notities gemaakt met allemaal leuke restaurantjes en strandjes. En wat extra dingetjes, zeg maar wat niet onder strandjes en restaurantjes valt. Dus dat ben ik allemaal een beetje aan het verzamelen voor Kools. Maar in de video van Ismee had ik gezien dat ze een boottripje had gemaakt langs 3 eilanden. En dat wilde ik ook echt super graag doen. En ik dacht eigenlijk dat je dat pas in Kools zelf kon regelen allemaal. Maar Rosa die gaat ook naar Kools. En die zei dat je dat dus ook al via Get Your Guide of zoiets kon regelen. Dus dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik weet niet of het nog open staat op mijn laptop, want dan kan ik het eventjes laten zien. Het is dus een boottocht langs 3 eilanden. En je gaat dan weg om 10 uur 's ochtends. En dan ga je dus langs 3 eilandjes. Bij de een kan je volgens mij even het landje op. Bij de ander kan je zwemmen. En bij de ander kan je en zwemmen en het landje op. En daar betaal je dus maar €29 voor. En je krijgt ook een verzorgde lunch. Dus voor €29 vind ik dat niet heel erg veel. Maar dat heb ik dus alvast geboekt voor ons. Dus daar heb ik wel echt vet veel zin in. Ja, dit was het. Wacht, ik ga het even laten zien. Dit is het. Het is dus vanuit de haven van Kos. En vanaf ons hotel is dat echt maar 5 minuutjes lopen. En dan ga je dus langs 3 eilandjes. En kijk, al die foto's. Dan mag je dus ook zwemmen. En ja, oh my god, ik heb daar zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. En je ziet dus ook dolfijnen zwemmen op 1 van die 3 eilandjes. En het duurt dus 7,5 uur. Om 4:15 ben je ongeveer terug. En hier staat dan gewoon de hele uitleg. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten voor de mensen die ook naar Kos gaan en het ook leuk vinden om dit te boeken. Je hebt ook nog andere boottochtjes. Staan ook allemaal op die site Get Your Guide. Ik wist helemaal niet dat deze site bestond, maar oké. Maar deze leek mij het leukst, dus ja. Dus dat heb ik alvast geboekt. Sorry, let niet op mijn hoofd. Ik heb geen make-up op en ik heb heel de tijd gewerkt in een zwembad. Dus daar wordt je hoofd ook niet heel veel beter van. Voor nu ga ik eventjes de hond Bodhi uitlaten. Ga ik even lekker een ijsje eten.
En wachten tot Miel appt, wat de planning... Oh, hij appt nu. Hij komt gewoon hier slapen. Heb ik voor niks mijn tas hier gepakt. Maar oké, geef niet. Ik ga eventjes Bodie uitlaten. Een ijsje eten. Ik zit op de grond in mijn kamer. Omdat er zoveel troep op mijn bed ligt dat ik daar niet kan zitten. Dus ik moet echt eventjes mijn kamer op gaan ruimen. Gisteren ben ik samen met Miel een dagje naar Vinkeveen geweest. Want mijn opa en oma hebben daar een woonboot. En zijn opa en oma wonen daar. Echt, die woont daar echt vast, zeg maar. Mijn opa en oma zijn daar alleen in de zomer. Dus zijn we eerst eventjes naar mijn opa en oma geweest. We hebben lekker gevaren, lekker gezwommen op de Vinkeveen plassen. Daar zijn we uit eten geweest en toen zijn we langs zijn opa en oma geweest. Dus hebben we even een dagje Vinkeveen gehad, wat echt super gezellig was. Ik ga dit neerzetten. En vandaag, daarna bleef ik dus bij Miel slapen gisteren. Toen vandaag moest hij van 10 tot 2:30 werken. En daarna hebben we eigenlijk gewoon lekker in de tuin gezeten. We hadden een zwembadje voor Bodie gekocht. Bodie is de hond. Maar die wilde er niet in, dus wij hebben 2 stoeltjes neergezet. En dat zwembadje bij onze voeten hebben we lekker met onze voeten in het water gezeten. En voor de rest hebben we vandaag echt niet zoveel gedaan. We hebben net lekker hamburgers samen gemaakt. En toen ben ik Miel naar huis gaan brengen, want hij heeft een verjaardag. En gaan daarna volgens mij ook nog uit op het Zwarte Pad of zo. Dus ja, ik moet morgen van 8:00 tot 16:00 werken. Dus mijn vrijdagavond gaat niet heel spectaculair zijn, denk ik. Ik moet echt eventjes mijn kamer opruimen, want het is echt één grote, grote bende. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het ook een grotere bende lijkt door deze stapel kleding die ik ga verkopen. Maar ik moet dat eventjes ergens kwijt. En ik weet niet of je het kan zien, maar daar, ja daar, staat ook nog een vuilniszak. Maar dat is kleding dat naar het leger des hels kan, naar zo'n container. Dus dat moet ik eigenlijk ook morgen eventjes doen. En ja, mijn bed moet ik wel echt eventjes opruimen. Dus dat ga ik denk ik nu eventjes doen. Lekker video's kijken. Ik ga mijn nagels lakken, want dat ziet er echt niet meer uit. Heel lelijk. Ja, voor morgen heb ik eigenlijk niet echt een hele bijzondere planning. Dus ik moet van 8:00 tot 16:00 werken. Wel met Tessa en Jones samen. Dus dat is heel gezellig. En zondag gaan we naar Thuishaven. Waar ik echt vet veel zin in heb. Alleen het gaat dus regenen. Maar ik zag dus wel dat het 28 graden wordt. Dus dat vind ik echt heel kut. Want, of heel vervelend. Want ik wil zeg maar dan het liefst een trui aan met een capuchon. Zodat als het regent ik een capuchon op kan doen. Maar ja, een trui in 28 graden is gewoon echt veel te warm. Maar ze zeiden wel volgens mij dat ze ook de loods en de tent op hadden gezet. Dus als het regent kunnen we ook gewoon naar binnen. Dus dat is op zich wel chill. Ja, deze vrijdagavond gaat gewoon niet heel bijzonder worden. Ik ga denk ik alvast eventjes mijn deze weekvlog bewerken. Alvast een stukje. Dat die volgende week gewoon lekker op tijd zonder haast online kan. En ik ga naar dingetjes kijken voor Kos. Want over precies 3 weken zitten Miel en ik nu lekker in Kos. En wij vinden het gewoon heel erg leuk om niet alleen maar bij het zwembad en bij het strand te liggen. Maar ook dingetjes te doen. Zoals die boottocht. En we willen heel graag een quad huren. Of zo'n buggy of zo. Om het eiland door mee te rijden. Dus ik ga eventjes kijken. Want het lijkt me heel erg leuk om dan naar ook dat sunset Sia. Zeg maar zonsondergang bij Sia te gaan. En je hebt ook Paradise Beach. Alleen dat is helemaal aan de andere kant van Kos. Vanaf waar wij zitten, zeg maar. Dus ik denk dat ik eventjes ga kijken hoe lang dat precies rijden is. En dan een soort van dag uitplannen. Dat we gewoon bepaalde strandjes en zo gaan bezoeken. Want je hebt dus ook een warm waterbron daar. Dat zou ik ook heel leuk vinden om daar naartoe te gaan. Misschien dat we er gewoon een dag een soort van een tripje van kunnen maken. Van dan gaan we eerst daarheen, dan daarheen, dan daarheen. En dan sluiten we af met de zonsondergang. Dus daar ga ik eventjes voor kijken. Of ik alvast wat leuks kan bedenken om te doen. Maar eerst ga ik eventjes mijn kamer opruimen. Goedemorgen, het is zondag. Vandaag ga ik naar Thuishaven weer een keertje. Met Reinier Zonneveld. Dat is een techno-dj. Zo noem je dat volgens mij. Maar in ieder geval, we gaan naar Thuishaven. Ik ga eventjes douchen, mijn haar stylen, make-up doen, aankleden. En zometeen over een uurtje komt Zoe hierheen. Gaan we nog even samen wat eten, denk ik. En dan gaan we naar Centraal. Op Centraal meten we de rest. En dan gaan we met de trein naar Thuishaven. We gaan terug met de taxi. Gisteren had ik niks gefilmd. Ik had van 8 tot 4
had ik gewerkt. Daarna ging ik mijn Miu slapen. En hij heeft me net thuis gebracht met de auto. Dus dat was heel lief. Maar voor nu ga ik even lekker douchen. En iets aan het verrekte haar en hoofd doen. Kijk, als ik dus slaap en mijn haar niet stil, dan komt hier altijd een krulletje. Dus vandaar dat ik mijn haar stel. Maar oké, okay, ik ga eventjes opschieten. Over een uurtje zo hier al. En kijk, ik heb trouwens gisteren ook nog mijn nageltjes gelakt met die nieuwe nagelak van de Kiko. Stil scherp? Nee, is dat niet scherp? Ja, nu wel. Kijk, dit kleurtje. Van de Kiko dus. Ik weet eventjes niet welk nummertje dit is, maar dat heb ik, als het goed is, dinsdag in mijn video verteld. Of in deze week vlog verteld. Oké, okay, ik ga even snel aankleden. Of even snel douchen. Maar stijlen aankleden, make-upje doen. En dan zie ik jullie zo weer. Zo is ook al aan de beurt geweest. Mooi hoor. Kijk, je zelf proberen te filmen. Zie je het? Ja.